Gisteren hoorde ik een hele berry. En toen een treun. En dat was dus Martine die... En die lag boven. Ja, het was een paar keer was hij boven dat over die doos gaan liggen. En er zit verder niks in. En toen was door het deksel heen gezakt. Een tijd lang lag ze er steeds voor. En ineens dacht ze van, hé, dat is wel fijn om er bovenop te liggen. Maar ze vindt er wel heel prettig erin hoor. Alleen heeft ze een beetje honger. Heb je honger, boef? Gaan we brokjes pakken? Gaan we brokjes pakken? Gaan we dat doen? Hé. Hey. In een verhuisdoos, hè? En we gaan helemaal niet verhuizen. Hé. Hey. Kleintje. Hi. Wat een lieverd is dat toch, hè? Wat een lieve poes is dat. Oh, 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 oh. En altijd maakt ze me aan het lachen, hè, met die gekke streken. Katten en kartonnen dozen. Die hebben wat samen, hè? Er is iets bijzonders met katten en kartonnen dozen, hè? Gaan we brokjes pakken? Dat gaan we doen, hè? Oh, dan druk ze echt heel stevig tegen mijn hand aan. Zo van, nou, maar dat is fijn. Wat hoor ik nou toch weer, hè? Lekkere brokjes. Oh, 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 oh. Spinnenpoes, hè? Spinnen, oh, ik voel het hele kopje trillen. Nou, ga maar gauw opschieten. Hé, boef, gaan we ze pakken? Kom maar gauw. Dat gaan we doen, hè? Kom dan. Ja, kom dan.